Central Park is een plek in Voorburg. Wat zich eigenlijk voordoet als restaurant. Tegelijkertijd zijn er ook zalen, een bar en een klein hotel aan verbonden. En we proberen eigenlijk met veel kwaliteit verschillende segmenten aan te kunnen bieden aan de gasten. Hoor, zijn de setjes al gemaakt? Dan moeten die nog op tafel gezet worden? Nee, de setjes worden nu gemaakt. Die gaan we zo meteen naar voren en dan kunnen we ze gelijk op tafel knallen. Ik doe de opleiding meewerkend horecaondernemer. Ik doe het op de RSC Mondriaan in Den Haag. De werkzaamheden voor mij zijn gereed maken voor het servies, dus voor de lunch en voor het diner. Het begint met gasten ontvangen, daarna placeren, misschien jassen aannemen, daarna een drankje opnemen, misschien brood op tafel zetten. Daarnaast breng ik ook eten naar tafel, zet ik in bij de gasten, leg het uit wat het is. Daarnaast af en toe een wijntje inschenken en dan de gasten een leuke avond bezorgen. De dame van dit gezelschap zit nu in het hotel, die is boven. Ze gaan over een half uurtje gaan ze naar tafel. Dus over een kwartiertje kunnen we de wijnkoelers vullen en kan het brood vast op tafel. En Nicky is flexibel, wil heel erg graag leren, maar is zich ook bewust van dat ook al heeft hij een hoge opleiding gekozen, dat hij nog jeugdigheid heeft. En daarin moet hij af en toe zijn plek vinden om daarmee om te gaan in professionaliteit. Wat ik leuk vind aan mijn vak is om de gasten een superleuke avond te bezorgen. Dat de gasten weggaan met een lach en dan is mijn dag compleet. Ik denk dat Nicky hier heel erg leert om een combinatie te maken van zijn jeugdigheid, het hele theoretische van de school en hoe het eigenlijk in de praktijk hoort te gaan en hoe die daarin moet groeien. Zo, we zijn klaar voor het diner. Om met Robert samen te werken is superleuk. Van hem kan je heel veel leren. Hij heeft al de nodige ervaring in de horeca. Het is fijn om met Nicky samen te werken. Is open-minded, is niet snel beledigd. Tegelijkertijd willen we graag dat iedereen zich voelt als een van de jongens, waardoor hij zich ook in een lerende functie nooit ondergewaardeerd heeft.